Het bestuur van de Surinaamse politiebond SPB wenst niet langer samen te werken met korpschef Agnes Daniels. Gebrek aan vertrouwen is de grondslag van dit besluit. Diverse bestuursleden gaven tijdens een gisteren gehouden persconferentie aan dat zij meerdere malen hebben geprobeerd de plooien met de korpschef glad te strijken. De pogingen zijn tot nu toe niet succesvol geweest. Bondsecretaris Milano Atompay beklemtoont dat de samenwerking met Daniels onder geen enkele voorwaarde kan worden voortgezet. Tot de dag van vandaag worden bevorderingen nog steeds gebruikt als een machtsmiddel. Wanneer ik vind dat meneer Hellings bijvoorbeeld niet goed, dan wordt die niet bevorderd. Dan krijg je op de een of andere dag een brief waarin men zegt dat je onder begeleiding staat van een psychiater en dat je op grond daarvan niet wordt bevorderd. Betrokkenen die geven aan nooit bij een psychiater te zijn geweest. En die man wordt niet bevorderd. En zo zijn er heel wat zaken. Leden die een brief hebben gekregen van u wordt niet bevorderd omdat u een tuchtstraf heeft gekregen. Terwijl die mensen niet meer een beschikking hebben. Die mensen hebben nu al op dit moment een brief van de minister van der Zand, waarin de minister aangeeft dat hij geen problemen heeft om de mensen te bevorderen. Zo zijn er al tal van zaken. Wanneer wij van de bond leden bij ons komen en zeggen van we hebben een opleiding afgerond, we moeten bevorderd worden en de korpschef die maakt de andere lijst. Bondsvoorzitter Raoul Hellings vindt dat de bond bij belangrijke beslissingen niet wordt gekend door de korpschef. Hellings benadrukt dat de nieuwe minister van Justitie en Politie en het bondsbestuur in de maling zijn genomen door de korpsleiding. Want de minister heeft beschikking getekend of stukken om door te sturen voor bevordering. Die niet op een degelijke grondslag berusten. En de minister die was er heel erg boos om en die heeft de stukken in ieder geval terug laten roepen en aangegeven dat die correctie zou moeten plaatsvinden. Dan kan je stellen van oké, die correctie heeft verschiet, dan zijn we weer goede vrienden. Nee, voor ons is dat een principiële zaak geweest en dat heeft in ieder geval gezorgd voor een fundamentele breuk in die samenwerking tussen de korpsleiding of tussen de Surinaamse politiebond en de korpsleiding. En daar hebben we het niet eens over dat we op diezelfde bespreking afspraken hadden gemaakt over schoeisel en kleding naar politieambtenaren. U mag het weten. Politiemensen komen mamio gekleed aan het werk. Je komt wel met een grijs uniform, maar daarop heb je sportschoenen aan. En wanneer politiemensen het uiteindelijk niet meer kunnen aanzien en een burgertenue aan het werk verschijnen, dan krijgen ze wel die ingebrekenstelling dat ze niet in uniform komen. Maar als er geen uniform is, wat moet je dan in hemelsnaam aantrekken? Raoul Hellings, hij is voorzitter van de Surinaamse Politiebond. Hij sprak gisteren op een persconferentie op de politieacademie. De politiebond heeft het vertrouwen in korpschef Agnes Daniels opgezegd.